Ik ben een hardloper. Ook letterlijk. En hoewel ik regelmatig hoor dat op mijn leeftijd het verstandig is te gaan wandelen, hoop ik, als mijn gezondheid het toelaat, nog lang te blijven rondrennen. Want eerlijk gezegd is wandelen niet zo aan mij besteed. Niet eens zozeer omdat het me te langzaam gaat, maar vooral omdat ik dan in de zweeffase mis. Immers, het verschil is dat je bij wandelen steeds één voet aan de grond houdt, terwijl je bij hardlopen de voetjes van de vloer hebt en even helemaal loskomt van de grond. Nee, ik geloof niet dat ik een zweverig type ben, maar dat zweefmoment heb ik wel nodig. Het even loskomen van de grond, van alles waar ik me zorgen of druk over maak. En daarom loop ik hard, zo mogelijk elke dag. Ik weet het, er wordt gezegd, zij die geloven haasten zich niet. En Henoch rende niet hard, maar hij wandelde met God. Maar toch heeft geloven voor mij meer te maken met hardlopen dan met wandelen. Vanwege dat zweefmoment. Want ik geloof in een God die ons niet aan de grond houdt, maar ons optilt, opbeurt en tot grote hoogte kan brengen. Zeker in deze tijd waarin de coronacrisis alles overheersend lijkt en we elk moment van de dag ermee geconfronteerd worden, is het nodig om ook er even los van te komen. Want anders krijgt het je zo in zijn macht dat je, ook al heb je zelf geen corona, er mentaal ziek van kunt worden. Nee, ik bedoel niet dat we hard moeten weglopen voor deze crisis. Maar het is ook goed om er af en toe van los te zijn. Ervan bevrijd te worden. En nieuwe kracht te putten. Ik kan hardlopen zeker aanbevelen. Maar ook als je minder hard van stapel loopt, zijn er hopelijk genoeg zweefmomenten te vinden in een ontspannen boek, muziek, aandacht voor de tuin en zeker in aandacht voor elkaar. Daarom wens ik jullie ook vandaag, ondanks alles, zweefmomenten die je kracht geven, doen opstaan en je gang iets lichtvoetiger maken.